Progressie. Wat is het verschil tussen een training en een workout? Ik zie zoveel mensen, dat zie je ook steeds regelmatig hier zo in het park, zie je van die bootcamps en dan zie je met alle respect, maar dan zie je dames, die zie je dan springen op een bankje en push-ups doen en weet ik veel, met elkaar op de nek squatten. Het is allemaal leuk en aardig en je verbrandt veel calorieën, maar het verschil tussen een training en een workout is dat een workout zoals dat, dat geeft je enkel een voldaan gevoel. En je verbruikt de calorieën mee, prima. Maar je verbetert jezelf niet. Beste, nauwelijks. In ieder geval niet meetbaar. Wij als serieuze sporters willen onszelf ontwikkelen. En daarom moet je dus je progressie meten. Want als je niet weet in hoeverre jij beter wordt, kun je ook niet bepalen of dat je jezelf ontwikkelt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld het totale volume, dus sets keer reps keer gewicht, per spiergroep te meten. Je kunt kijken wat je achter rem is, dus wat je maximaal, welk gewicht je maximaal achter kunt drukken of squatten. Je ene rem, het totaal aantal reps met een vast gewicht. En dat doe ik vaak met oefeningen met lichaamsgewicht. Stel je voor dat je pull-ups gaat maken en je wil 40 herhalingen in 3 sets. Nou, dan lukt het je misschien de eerste keer om je, pak je de eerste set 12 herhalingen. De tweede set pak je 10 herhalingen, dan zit je op 22. De derde set maak je 8 herhalingen. Zit je er 10, 12, zit je op 28 herhalingen. Goed, ik heb de eerste keer niet gered. Ga je dat de volgende keer doen, maak je misschien 30 herhalingen in totaal. Nou, op het moment dat je dan die 30 hebt gehaald, dan ga je de volgende training, ik zei 40, we gaan voor 30, sorry. Ga je de volgende training, ga je er 2 toevoegen. Dan zou je misschien 4 sets nodig hebben om die 32 herhalingen te maken. Dus je hebt 4 sets nodig om 32 herhalingen te maken. Goed, doe je het de volgende training weer, dan lukt het je misschien wel om die 32 herhalingen in 3 sets te maken. En dan ga je er weer 2 toevoegen. En zo kun je dus heel precies je progressie meten. En blijf je jezelf ontwikkelen. En blijf je dus spiermassa aankomen.